hele bijzondere dag. Niet omdat het volgens veel wandelaars de zwaarste dag is. Nee, de tweede dag is ook Roze Woensdag. Dus als ze op tijd starten, dan komt het helemaal goed. Wat is er leuk aan? Je komt op plekken waar andere mensen niet mogen komen. We zijn hier nou op Heumersoord en het is hermetisch afgesloten voor burgers. En niemand weet dat hier s'morgens, of bijna niemand weet, alleen van de televisie, dat hier s'morgens een heel officieel defilé wordt afgenomen. En ik sta er gewoon bij en kijk ernaar. Help me. Koffietaak, of koffie zetten is ook mijn taak, ja. Hoort er allemaal bij. Ik moet mijn band 8 dagen lang begeleiden. En dat houdt in zorgen dat ze op de juiste tijd op de juiste plaats zijn. Je krijgt een ontzettend hechte band met elkaar. Je bent 24 uur per dag ben je met je band bezig. Ik moet er voor ze zijn in goede en in slechte tijden. Wanneer ze ziek worden, net als gisteren, was een heel emotioneel moment. Mensen die vielen flauw vanwege de hitte. Iemand kreeg een voedselvergiftiging. Dat zijn de momenten waarop ze je het hardste nodig hebben. En waarop je juist ook een band met ze opbouwt. Questioning myself, what have I done that I became such a slob who have been drinking all night? Now I lost it, don't mean nothing anymore. Oh, I'm being stupid again. The clock that took me back here. Don't know what's happening. Vanmorgen voordat ik ging had ik er 3 links en 1 rechts. Maar daar ben ik nu overheen, denk ik. Maar we willen wel even zien natuurlijk, hè? Daar zit een mooie. Hier komt er ook eentje. Dus daar kan ik ook op wachten. En ik voel hier wat zitten. Dus, maar mijn grootste euvel zit nou dus hier. Want hier heb ik echt, hier zitten er 2 naast elkaar. En dat, ja, volgens mij duurt het niet lang meer, dan is dat 1 blaar. Dus kan ik er in -1. Maar... We hebben het afgelopen maandag natuurlijk over de tips gehad, hè?
En de ultieme tip, neem een fles cognac mee en giet die regelmatig over je voeten. Ja, dat zong mezelf, maar ik ga het niet proberen. Nee. We hebben hem weer meegenomen. Nee, ik doe het nog steeds niet. Die gok durf ik niet te nemen. Misschien vrijdag. Wij lopen mee omdat we het ontzettend belangrijk vinden om onze jongens en meiden te steunen die nu in Afghanistan zijn. We lachen met elkaar, we huilen met elkaar. En ja, dat is een gevoel wat je beleeft. En nu lopen jullie 4 dagen met elkaar. Ja, super. Worden jullie door de Defensie nou ook onderhouden hier? Op verzorging, eten, drinken, dat soort zaken? Ja, dat is een goede vraag, Ruben. Ja, we hebben... Nou, dat zal wel wat meer mogen. Het zou leuk zijn als jullie af en toe ook even binnen konden vallen. Dan. Dat ja, doen we wel, hoor. Doen we wel. Maar dat mag de hoge baas mag dat niet weten. Die mag niet aan Van Uhm vertellen. Dat, maar dit is je zoon? Dit is, ja, dit is mijn zoon Menno. Nog een andere zoon die ook in Afghanistan verblijft. En dat is Daan. Mis je ze? Ja, erg. Ja, dat gaat geen, nou, ik zeg wel, geen uur voorbij... misschien wel bijna geen minuut voorbij dat je niet aan ze denkt. Nog maar 2 weken, hè? Menno is over 2 weken thuis. Ja, ja. Daan over ruim 3 weken. Ja. Heerlijk. Ik wil ze gewoon weer lekker beet houden. Ja. En Tobias komt zondag thuis. De lopers hebben Nijmegen achter zich gelaten. De stadse geuren worden vervangen door de boerse lucht van Alverna. Via Wiegen naar het rustige Maasdorp. Zie je dat voor je? Ja, een hele stoep met mensen. Ja, maar zie je dat stuk ook voor je? Ja. Het allersaaiste stuk van de Vierdaagse. Ik wil het liever niet zien. Ja, maar kijk toch maar even. Daar is niks. Daar is geen drinken. Ben je weer uitgelopen? Er is geen publiek. Geen muziek. Ik denk, ja, dat kan gezelliger. Ha, die Teun. Hallo. Wat fijn dat je hier staat. Dankjewel. Loop je een stukje mee? Jazeker. Want als er nou iets is wat we hier nodig hebben op de lus van Neftering, dan is het toeterende Teun. Ja, ik denk dat het gaat lukken. Zou je zeggen, hoe klinkt het ongeveer? Ja, wil je een C'tje, een A'tje, een B'tje? Het kan mij niet schelen als het maar gezellig is. Ik vind de hele tocht een beetje saai. Ja? Ja. Nou, het is een snerding. Snert? Ja, lang en naar en doods. Helemaal niemand langs de kant met een beetje herrie. Helemaal niks. Geen mensen om je aan te moedigen. Ha, zot! Nee. Nee. He looks good, he looks fine, but I really lost my mind before we were
Heb je een liedje in je hoofd, stiekem? Nee, ik heb twee mp3 spelers bij. Dus ik denk dat ik daar doorheen kom. En wat voor soort muziek zit daarop? Ja, rock and roll. Echt hoor? Ja. Kan je een klein dingetje doen? Een klein dingetje doen? Ja, wat je zo hoort op je oor? Ik hoor een beetje naar AC/DC te luisteren. AC/DC? Ja. En dan stekker jij zo die dijk over? Dan stiefel ik zo met Jan Rik met het publiek mee zo naar het einde toe, zou ik zeggen. Maar is het niet met die muziek in je oor dat je je helemaal afsluit voor je omgeving? Ja, dan wel. Dus je merkt helemaal niet wat voor gezellige mensen er om je heen lopen. Nee, dan niet. Hij bijvoorbeeld, moet je kijken wat een leuke gozer. Ja, maar je kent hem niet. Ja, maar nu wel. Dat is met de maat, toch? Het is roze woensdag. Ja. Een lang end voor ons, hè? Ja. Er komt geen end aan. Nee. Wat vind je van dit stuk? Niet zo leuk. Nee. Ik ben altijd blij als ik hem weer gelopen heb. Hoeveelste keer moet je dit saaie stuk? Voor de 11e keer. Oh. En weet je al die voorgaande 10 keer ook nog? Ja. Oh, ja, ik zie het een beetje. Dan voel ik dat ontzettend in mijn benen. Ja, het is echt een naar stuk, hè? Ja. Of zullen we een klein liedje inzetten? Je ziet dat het helpt? Ja, het helpt. Ja, het helpt, hè? Mensen gaan echt makkelijker de dijk over, ja, hè? Klopt. En als ze nou meer willen horen, dan kunnen ze naar onze website. Ja. Omroepgelderland.nl. Er staat nog veel meer van Teun en allerlei andere dingen die nog nooit zijn uitgezonden. Van wandelaars, echt alles wat je wil zien. Omroepgelderland.nl. Nou, speel maar weer door, hè? Niet in mijn oor, want ik sla je eraf. De 50 kilometer wandelaars lopen door Nifterik. Het Gelderse dorp waar ze de gildefeesten en het vaandelzwaaien zo'n beetje hebben uitgevonden. Nou, we moeten maar aan geloven. Nu wil ik het zelf wel eens voelen wat het is, dat wandelen. Fiets is mooi. Maar ik ga er gewoon eens even lekker tussen lopen. En zo begeef ik me als fietser ineens in een wereld waar ik toch na een paar dagen langzaamaan wat meer mee krijg. Ik begrijp toch de sfeer wel. Dat samen een doel bereiken. Dit is het moment dat ik me als wielrenner officieel op de route begeef. Vandaag wil ik het hebben over afzien. Gaat het? Rustig aan, hè? Wat sleept je door de moeilijke momenten van de dag heen? Kijk, wielrenners, dat zijn kampioenen in afzien. Of het nu koud is en sneeuwt. Of het nu warm is en ze moeten bergop. Ze gaan door. Ze gaan altijd door. Het verbaast me dan ook een beetje dat er op dag 1 van de Vierdaagse al 1200 mensen zijn uitgevallen. Waardoor? Te weinig getraind? Te weinig gegeten? Te weinig gedronken? Hoe sleept deze stoet, deze karavaan naamloze, zich over de aarde? Langs Niftrik naar Nijmegen. Afzien nu al? Nou, een beetje lastig leuk. Meer niet. We gaan gewoon verder hoor. Beetje niet bang. En als het zwaar is, wat doe je dan met je gedachten? Doorgaan. Ik ben samen met mijn maatje, dus dan loop je gewoon lekker door samen. Zet je elkaar op. En waar denkt u dan aan op momenten dat u eigenlijk heel zwak bent? Maar ik kan denken als ik heel zwak ben, dan denk ik dat ik pijn heb aan mijn voeten. Maar als ik dan weer denk van daar moet ik niet aan denken, dan denk ik weer aan heel plezierige dingen als het bier bij de finish bijvoorbeeld. Dat is dan toch weer iets om echt naar uit te kijken. Dat is dan toch zeg maar het lichtpuntje aan het einde van de tunnel. Die goudgele jongen. Die goudgele jongen met die schuimkraag. Die paddo's, hè? Is dat nou tegen de pijn? Ja, die hebben we wel nodig, ja. Ja? Zo beseffen we het tenminste niet waar we mee bezig zijn, dus dat scheelt wel een beetje. Kijk je toch de reeds langs. Wat denkt u daarna? Gevulde koeken?
Aan een niet meer. Aan een biertje, dat doet altijd wonderen. Het gaat alleen maar om bier. Nou, het heeft toch wel iets, dat wandelen. Al durf ik het bijna niet hardop te zeggen. Maar het heeft ook iets dat je zegt van een soort mantra. Oh ja. Je loopt zo met z'n allen. Ja. In zo'n ritme. Ja, het wij-gevoel wordt steeds groter. Nou, en dat hebben we toch nodig in deze wereld. En de gedachte aan alle mooie mensen. Aan de drank die er ons allemaal doorheen moet slepen. En ons naar elkaar toe moet laten groeien. Naar waar het allemaal om begonnen is. De gladiolen. Dan van de rust op naar het feest. Weet je nou dat het een roze woensdag is? Oh, nee. Ik moet wel een beetje stoer rammelen hoor, want anders dan... Anders zet je gelijk een goede kans, hè? Kijk nou, het is roze woensdag. Goed hè? Doet die man een wereldprestatie, dan wordt hij uitgescholden voor halve zool. Nee. Ik vind het hartstikke goed, hoor. Ja, misschien moet je dat dan toch even erbij zeggen nu. Herman, er staat halve zo, maar... Ik vind het heel erg knap. En ik vind je een woest aantrekkelijke... man. Is dat nou zo moeilijk? Die komt er zo aan als het goed is. En hij staat er, hier staat je coach. Nou, wat ga je tegen haar zeggen? Ik ga haar koffie geven. En ik ga zeggen dat ze het goed gedaan heeft. Ze kan je. Ze loopt hem alleen dit jaar, dus een extra handicap. Waarom loop je niet mee dan? Omdat ik een beetje geblesseerd ben. Dus volgend jaar gaan we weer samen. Misschien moet je even tegen Anke zeggen hoe belangrijk ze voor je is. Hey, kan je? Je weet het, je bent geweldig. Oh, clap your hands, clap your hands. Turn the lights on my night, cause the light on me only get one day. Wat zit u op een mooie ereplek vooraan? Ja. Hoe is dat zo gekomen? Want u heeft wel een kruis omhangen. Die heb ik gelopen. U heeft hem gelopen? 81. En nu niet meer? Nee, nu niet meer. Nee, de benen doen het niet meer. De benen doen het niet meer. Dan denk je, vroeger liep ik er mee. Kan je er dan toch van genieten? Oude collega's, politieagenten en oude Engelsen, die zien het aan de petten van de verschillende petjes. Ja, u bent behangen met spullen, dus... Ik heb ze verdiend, hoor. Ja, daar zie ik wel een beetje aan u. Misschien moet je even officiële groet uitbrengen naar alle wandelaars. Hoe gaat dat? Als ik het doe? Ja. Sir. Kijk, een auto, daar gooien ze benzine in en wij gooien er iets lekkers in. En dan kunnen we weer even vooruit. Op de schaal van 1 tot 10, hoe lekker is deze hamburger? Nou, nu op dit moment is het wel een 8. Normaal zou ik zeggen, nou ja, mooi, mooi. Wat staat er vanavond op het menu dan? Boerenkool met pekjes en rookworst. Dus, en het is heel lekker en goed eten voor een wandelaar is heel belangrijk. Nee, dat zijn allemaal dikmagers voor ons en dat moeten we net niet hebben. Nee. En dan zeg ik, geniet van uw boterham. Dank u wel, we gaan wel lekker eten. Ik ben de pannenkoekenman en ik ga voor de lopers die bij mij langskomen, ga ik vandaag pannenkoeken verbakken. Zit de week eruit? Menu technisch? Gisteren hadden we de soepdag. Vandaag hebben we pannenkoeken. Morgen hebben we broodjes warme worst. En vrijdag kijken we nog wat er over is van alles. Dan is het eigenlijk klikjesdag. In principe mag iedereen langskomen hoor. Die beroep dan hebt, die mag gewoon aanschuiven. Daar ben ik helemaal niet moeilijk in. Hoe laat jij nou de mensen weten dat pannenkoeken op menu staan vandaag? Via sms. Wat
staat daar? Hier staat, wij zijn er weer klaar voor. Pannenkoeken zijn warm. Groeten Erik. Super! In Beuningen lopen de 30, 40 en 50 kilometer lopers weer gebroedelijk samen door de versierde straten. Het is niet te vatten. Echt niet te begrijpen. En wil ik ook niet. Want ik denk als ik daar aan toegeef, ja, dat het eind zoek is. Dus dat probeer ik niet te doen. De kanker is begonnen in mijn rechternier. Die is daardoor eruit gehaald. Inclusief de urineleider. Uitzaaiingen van die kankercellen naar mijn blaas. Heb ik 9 keer aan geopereerd. En moet nog een keer gebeuren. En uiteindelijk is het doorgestuurd naar mijn longen. Ja, het is wel dodelijk. I don't feel alone without you. 'Cause I'm living in your life. Nou, in hoofdzaak, ik kijk niet om te presteren, want ik loop voor de 22e keer. Ik zeg altijd, je bent net zo ziek als je eigen voelt. En als je daar aan toe gaat geven, dan ga je op een gegeven moment van alles voelen. En dat verdom ik. Wat staat er na de vierdaagse op het programma? Behandeling in het... De VU in Amsterdam. De lijnen van de plaats waar ze gaan bestralen. En de plaats waarschijnlijk. When I wake up to your face. You don't have to say that it's alright. Nou, ik heb inderdaad naar boven gebeld en ook een mailtje gestuurd dat ze die stoel beter bij het grof vuil kunnen zetten. Dat ik er nog geen gebruik van wens te maken. Voorlopig niet. Maar nou, goed, dat, ik zeg wel, dat het mooie van de vierdaagse is om dat proberen van je af te zetten. Er niet aan te denken. En gewoon genieten van iedereen en alles. Ja. Ja. Alle wandelaars laten de molen van Beuningen achter zich om via het sluisdorp Weurt zo snel mogelijk door te stappen naar de finish. You see what kind of color this street has? Oh, it's amazing. It's all pink. You know what pink stands for? No. Girls? No. Gay. Gay? This is the gay street of Nijmegen. Right. What's gay pride and all that. Yeah, and you're very proud and cheery, so you don't mind that all the gays are cheering at you. Lovely. I like it. Wow. Ik ga militairen die homo's leuk vinden. Wat is er aan de hand? Ich bin wie du. Hoeveel studiejaar staan jullie hier? Het eerste jaar eigenlijk zo. Ja. De eerste keer inderdaad, ja. Nou, dan wil ik even weten hoe het hier is. Ja, super, heerlijk. Helemaal leuk, echt helemaal leuk. Echt een Nijmeegs feestje. Echt helemaal leuk, ja. Dan komen er hier heel veel verschillende groepen langs, hè. Ja. Als je nou even mag kiezen, je mag er één mee naar huis nemen. Wie wordt het dan? Ja, dan gaan we toch voor de militair natuurlijk. Ja. Ja. Zweedse militair. Zweeds? Ja. Nou, dan ga ik voor de Amerikanen. Oh, okay. Ja. Ze hebben daar in ieder geval geen ruzie over. Wil ik alleen nog weten, wie van jullie heeft de zwaarste wimpers? Ik heb. Nee, ik heb. Goed. Hartstikke goed.
kan altijd erger. Ben ik dood of wat is er aan de hand? Twee engelen. Oh, lekker water. Nee, je bent niet dood. Nee, we zijn gewoon even naar beneden gedaald en we denken, we gaan komen even vis vieren hier. Weer, oh, dat is mooi. Dankjewel, jongens. Midden in het roze geweld kom ik 6 broers tegen. Nou, dat vind ik ongelooflijk uniek. Is allemaal homo? Behalve 2. Oh ja, herkende homo. Nou, duidelijk wel. Heel erg wel. Onmiskenbaar wel. Met zo'n shirt, dan kan niet anders. Dus deze twee niet? Nee. Nee. Een punt. Hebben jullie 1 gezamenlijke gedachte voor de rest van de wereld? Waar gaat het om in de wereld? Gewoon als iedereen het gewoon naar zijn zin hebt en maak er een feestje van en vrede op aarde en leuk. Ja, inderdaad. Zorg dat je zelf gelukkig bent. Mensen accepteren zoals ze zijn. Tolerantie. Ja, we zeggen kijk op straat, maakt niet uit wie, wat, hoe, waar. Als het maar gezellig is, dan hebben we het allemaal leuk. Ik word hier zo blij van. Sportmassage, lekkere sportmassage. Ja, kom maar. Kom maar. Ach, mijn hemel. Oh, voorzichtig. Hoofd naar die kant. Heel voorzichtig. Oh, jee. Oh, mijn god. Het zit in mijn kuiten. Wat is er? Het zit in mijn kuiten. Hoe heet je? Sonja, hi. Sonja, hoi Sonja. Hi, hoi. Hoe is het? Ja, ja, dat hoef ik jou niet te vragen. Bij mij is het goed. Ja? Maar je hebt zeer in kuiten? Ja, behoorlijk. Je kon niet eens meer lopen? Nee, dat ging een beetje lastig. Oh, wat erg. Ja, het zit vast. Zal ik heel even kijken eerst? Alsjeblieft, ja. Doe heel voorzichtig even, hè, hoe hoog het zit. Zo. Zakken. Daar een beetje duwen. Daar begint het al. Ja, daar een beetje duwen. Nee, harder. Ja. Oh, daar ja. Ja. Dat is niet goed. Dit is weer zo'n geval, hè. Gisteren lag op deze tafel Guus. En bij Guus was het maar de vraag of hij het vandaag ging redden of niet. En dit gebeurde er. Yes. Wel pijn, hè? Hij veel pijn. 90% van jullie thuis hadden het goed. En één van jullie wint dat heerlijke verrassingspakket. Ik ga bij je. Sonja was het, hè? Sonja, hi. Ik ga even kijken. Ik zal heel even je kuit in het vet zetten. Oh, kijk. Zo. Waar is de slaolie? Is slaolie maar vooruit. Ja, maakt niet uit. Is ze wel te redden, dokter? Hij doet het beetje wel kreunen, goed, hè? Hoor. Ja. Zeer. Je doet het goed. Maar het is pijnlijk, hè? Ja. Ik zou even het andere been doen. Het zit behoorlijk vast, Son. Ja, Marten. Mag ik Son zeggen? Ja, jij wel. Ja, het komt ook door de zon, hè? Ja. Typisch geval van totaal vastzittende, licht verwoeste kuiten. Dus de vraag in het geval van Sonja is, red ze het of red ze het niet? Wil je zo'n verrassingspakket winnen? Ga naar onze site omroepgelderland.nl. En raad even mee. Wat denk je zelf, Sonja? Red je het morgen? Ik ga mijn best doen. Dat vraag je niet. Wat denk je? Ik ga het halen. Met die kuiten? Ik denk het niet. Oh. Komt ie weer? Oh. 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 En dan nu weer karaoke. Weer karaoke? Ja, weer karaoke. Oh, weer karaoke. Ja, ja. Ja. Zie je bij het over? Kijk je het alweer blauw? Wij laten nog wat blijven, ik ben het heel erg hier met jou. Hees, je ziet de bijen zo, gewoon eens hier en kijk eens gauw. Want ik ook met 1000 kleuren, die is gemaakt voor jou. Morgen wordt het stukken beter, het wordt maximaal 23 graden. Lekker een beetje bewolking en misschien af en toe een klein buitje om af te koelen. Perfect wandelweer. Later komt de stuur. Ik zei wat ik weer gelukkig is. Ik hoop dat die bui nog even duurt. Hees, je ziet de bui is over. Kijk, de lucht wordt alweer blauw. Maar laten we nog wat blijven. Ik vind het heerlijk hier met jou. Hees, je ziet de bui is over. Kom eens hier en kijk eens gauw.
Want die boog met duizend kleuren is alleen gemaakt voor jou. Nou, het was een heerlijke dag. Tot morgen.